Meneer Van Acht zal de prijs uitreiken aan meneer Bolkestein. En ik neem aan, hun beiden een beetje kennend, dat ze dat zeer wel bespraakt zullen doen, deze overdracht. I hope you will allow me to, first of all, thank wholeheartedly my friend, our friend and brother in arms for a better drug policy. Minister Thorvald Stoltenberg, the great Norwegian, who has become one of us, and that will forever be so. Dierbaren, in 1976 werd de opiumwet gewijzigd. Dat is nadien ook nog enkele malen gebeurd, maar geen van die wijzigingen was zo ingrijpend als die welke waar ik iets mee te maken heb gehad toen. Er kwamen voor cannabis andere regels dan voor andere drugs. En tot aan die tijd was het verschil tussen soft en hard, zachte en harde drugs, was nauwelijks genoemd. Het was allemaal één pot nat. Er kwam in 1976 een behoedzaam gedoogbeleid voor cannabis. En zo kon een getolereerde verkoop opkomen van kleine hoeveelheden cannabis in locaties die wij schalks coffeeshops zijn gaan noemen. Het was zonneklaar een halfslachtige wetswijziging. Natuurlijk beseften wij dat toen ook. Het kweken van de grondstof voor cannabis bleef onverminderd verboden en strafbaar. En ook de aanlevering van het gekweekte aan coffeeshophouders en de inkoop van die spullen door deze neringdoenden. En daarmee creëerden wij een anomalie. De anomalie dat beperkte verkoop aan consumenten werd toegelaten, terwijl inkoop aan de achterdeur delictueus was en bleef. Ja, hoe kan dat dan allemaal? Van waar dus die ongerijmdheid? De voorzichtige hervormers van toen beschouwden hun initiatief als een tussenstap, als een aanzet tot een volledige en consequente decriminalisering doorheen de hele keten van productie via verhandeling tot consumptie. Zij hoopten toen en verwachtten ook dat zich geleidelijk, maar onweerstaanbaar, een proces zou voltrekken van maatschappelijke aanvaarding op basis van rijpend inzicht in de bepalende verschillen tussen de diverse substanties die onder de verzamelnaam drugs worden samengevat. En die verwachting is een illusie gebleken. Want het beleid van de Nederlandse overheid tendeert er meer en meer naartoe de beschikbaarheid van cannabis verder en weer verder af te knijpen. Waarschuwingen tegen deze bedenkelijke wending zijn niet uitgebleven. En een daarvan verdient in het bijzonder hier en nu per megafoon herhaald te worden. En het gaat natuurlijk, dierbare Frits vermoedt het al, over die befaamde publicatie in NRC Handelsblad van mei 2010, waarin een
de domme wereld te wacht werd aangezegd. Met zeer doorslaggevende, overtuigende, onweerstaanbare redenen. De oproep luidde: red het land, sta drugs toe. Het was een robuust pleidooi tot regulering van drugs, in de zin van het toestaan van productie en verkoop onder voorwaarden, voorwaarden dan gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Het pleidooi had niet alleen betrekking op cannabis, maar had ook daarvoor een bijzondere betekenis. Nou, wie brachten dit pleidooi in de wereld? Onze laureaat van vandaag. Met naast hem nog twee andere gewezen ministers van volksgezondheid. Dat is mevrouw Els Borst en mevrouw Hedy Dancona. En de laatste is hier in ons midden en daar ben ik buitengewoon blij mee. En verder stonden onder dat manifest, dat pleidooi, nog de namen van, ook geen kleine lieden, de Tilburgse hoogleraar strafrecht Theo de Roos en de voormalige secretaris-generaal van de vereniging met de lange naam, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde, die geloof ik intussen enkele woorden uit zijn naam geschrapt heeft, maar de oude naam vond ik mooier. Voorwaar, een imposante brigade vormden zij van tot oordelen over de zaak hoogst bevoegde mensen. Nou, is de verleiding overweldigend om te gaan citeren uit of te gaan parafraseren over delen van dat betoog. Oh, wat kost het me moeite om dat niet te doen. Het staat wel allemaal op papier. Maar ik dacht, zojuist hier zittende, ik denk zo dat wat onze vriend Frits Bolkestein gaat zeggen, dat zal grosso modo wel dezelfde inhoud hebben. Hij zal de daar toen gebezigde argumenten ongetwijfeld in het veld brengen, want ze zijn nog altijd valabel en misschien meer dan toen zelfs intussen. Maar laat ik dus maar een enkel ding hier noemen. Een enkel. En dat is, ja, dit daarvan verdient zeker, mag wel tweemaal vermeld worden, dat is de regulering van de drugsmarkt, van de binnenlandse drugsmarkt, de drugsbendes ongeveer het brood uit de mond zou stoten. Buitengewoon belangrijk in al zijn consequenties daarvan. En dat de samenleving daardoor, door die regulering, er veel veiliger van zou worden. En dat het substantiële besparingen zou opleveren voor onze samenleving in de orde van miljarden zelfs. Zo houden Frits Bolkestein en de andere wijzen ons al jarenlang voor. En dan is er nog dit element, en dan laat ik het verder aan de gelauwerde Frits over vanmiddag, die het veel beter kan zeggen. Maar één ding wil ik toch graag ook zelf nog doen, het is, u weet het allemaal wel. Maar ik praat natuurlijk, en dat zal Frits Bolkestein ook feitelijk willen doen. Ik praat tot de media, de pers, die dan weer moeten doorpraten naar het nog volstrekt onvoldoende geïnformeerde publiek daarachter. Dus laat me nog een keer zeggen wat u wel goed weet, maar de anderen helaas nog lang niet voldoende weten. En wat zo essentieel is om wel te weten, dat is: de gevaren van drugs zijn veel kleiner
dan die van alcohol en tabak. Ons land heeft, en nu citeer ik letterlijk uit de beroemde nota van de Bolkestein en de Wijzen van 2010. Ons land heeft 13 keer meer alcoholisten, 15 keer meer alcoholdoden, 15 keer meer alcoholdoden en meer dan 3000 keer, meer dan 300, niet overdrijven, meer dan 300 keer meer tabaksdoden. Niet, maar regulering is wel noodzakelijk en wel omdat drugs gezondheidsrisico's met zich brengen. Dat vergt wel regulering. Nou, wie deze en andere zaken die nog komen kunnen zullen vanaf dit podium, wie dat allemaal tot zich neemt, die vraagt zich toch in vertwijfeling af waarom wij in Nederland voortgaan op de repressieve koers. En waarom wij ook geen luisterend oor geven aan de Global Commission on Drugs, waaraan de namen zijn verbonden of verbonden geweest van mensen als Henrique Cardoso, voormalig president van Brazilië, Ruud Dreyfus, oud-premier van Zwitserland, een zeer verstandige vrouw, naar ik zelf kan getuigen, Sir Richard Branson, de wereldbefaamde ondernemer in luchtvaart en andere zaken, de hooggerespecteerde Kofi Annan. En ja, ook Thorvald Stoltenberg. Zeer gereputeerd minister van weleer in het vriendelijke Noorwegen. Makkers, Frits Bolkestein en de zijnen hebben intussen al 3 jaar geleden de alarmklok geluid. Hun brigade heeft gemarcheerd met klinkende bazuinen om het bastion van de repressie. Het bastion waarin de repressieven zich hadden verschanst. En hoewel de bazuinen luid hebben geklonken, de wallen zijn wel gaan verkruimelen, maar ze zijn niet gevallen. De wallen van het bastion. Maar vandaag, vandaag is het een kwade dag voor degenen die willen vasthouden aan het huidige regime.